Goedemorgen, het is zondag. Goedemorgen, Foefje. Goedemorgen. Het is nog bijna, mijn moeder belt net als het over 30 minuten is. Dus douchen. Ja, de chocola hier is uitgehard. Check dit. Het is nog half zacht, hoor. Ja, maar het is onder... Oh ja, ik voel het wel. Oh, je moet die onderkant zien, maar... Oh! Oh! Ja, dat is awesome. Yes. Breek het dan in een stukje. Ik heb nog een stukje opstukken. Wacht, van de onderkant. Het is inderdaad een beetje zacht. Mm-mm. Het is wel lekker. Ik heb me gedoucht, aangekleed, chill outfit thuis aan. Zo oneerlijk. Foefje is echt mega goed met muziekzoeker van abonnement service. En hij vindt de beste muziek altijd. Funky Foef. Kijk hoe leuk we hebben dit van mama gehad uit Polen. Kijk, ik zie mama Nies. Simpje, dit ben jij. Dit ben jij. Oh. Kijk hoe lekker. Mama en ik gaan even een stukje wandelen. Dit is wat ik aan. Ik heb even mijn lange legging aangedaan. Ik neem mijn handtasje mee. Verder niks boeiends. Gewoon even lekker lopen. Ja. Waar zou ik? Het was de eerste dag. Dat is april geworden. We zitten heel even te kijken naar meubelen voor hier. Want dit is gewoon het Ik word gek van die salontafel. Het tv-meubel ook. Het klopt niet meer of zo. Dus dan hebben we deze. Het tv-meubel is nog steeds mooi. Ja, maar meer zo van we moeten een nieuwe salontafel. Maar dan de tv-meubel matcht dan ook niet. Want we willen eigenlijk wit. En wit met hout. Ja, dat is waar. De salontafel is wel echt op. En dit is echt op, ja. Het was echt een hele van leuke. Boven zie je niet. Maar... Nee. Leuke mooie investering van Kuka. Ja. Kuka is inmiddels failliet. Daar is onze bank ook van. Ja. Nou, echt, nee. Na al die jaren heel veel chips erin en zo. En de bank is echt top. Ja, de bank is super. Daar zijn we helemaal gek op. Maar het is meer. Ja, ook qua kleur. Dit huis heeft een beetje frisheid nodig, dus... Ja, dat is toch zo. Een beetje hout. Dit is ook wel een vette salontafel. Die komen we nu tegen. Kijk. Ziet er zo uit. En er zit een soort van kaleidoscoop effect in. Hij is wel een beetje klein. Ja, hij is alleen klein. Hij is echt 1/4 van deze salontafel. Dus eigenlijk weer een beetje te klein. Oh, vet. Maar ik kan ook geen foto's vinden van mensen die hem hebben. Dus, I don't know. Niet. Vaak ziet het toch een mooier uit op dit soort foto's. Kijk nou hoe cute. Lieve Siem. Ben je blij? Lekker in de zon? Ja. Daar ben ik. Ja echt, hè? Wat ben je aan het doen? Jongen, jongen, Siem. De kriebel zit aan de andere hoor. Ah. Siempje. Ja. Ja. Wee. Inmiddels zijn we geëvalueerd in... Oh, de speakers passen niet goed op een andere tv-meubel. Volgens jou, ja. Nu, en voor je het weet, speakers kijken. Poef. Ja. Ja, dat is wat anders. De oplossing. We kunnen de tv natuurlijk ook gewoon tegen de muur aan gaan hangen. Dan maakt het niet uit of je... Kijk, want we zitten dan met twee boxen hier. En een platenspeler en dit ding. Dit ding moet in de buurt van de tv staan. Die kunnen we dan zo hangen. En dan hier een mooie salontafel waar je dit dan gewoon zo opzet. Dan zou het moeten passen. Er is namelijk geen eentje die met onze tv past. We hebben een vrij grote tv. En dit zijn ook twee kastjes naast elkaar. Dus... Nu hebben we het punt bereikt dat we alles uit de salontafel gaan trekken. Om te kijken wat moeten we eigenlijk hebben in onze salontafel. Er ligt nu echt allemaal zooi in. Dus nooit echt uitgezocht. Foefje is een beetje moe, dus heb ik een slaapzak gegeven. You should give Foefje slaapzakken. Foefje love slaapzakken. Yes. Ligt lekker op de pillowbed ook. Mm-hmm. Maar ja, slaapzak is echt super chill. Wat rustig, schat. Hey, ik heb even een dutje gedaan, het is inmiddels 9:30. Ik lig hier lekker met Siempje bij me. Siempje. Hij wurmt toch ook zo tegen me aan. Ja. Super lekker. Je zacht. Siempje approves van de slaapzak. Het is wel lekker, hè? Het ligt lekker. Niet doen,
eet dit niet. Als je dit ziet, zie crunchy met wit wasabi. Het is ongelooflijk spicy. Ja, het is super wasabi. Het is heel erg spicy dit. Ik zit hier mijn boekje te lezen. Kijk even hoe hij hier ligt. Simeon. Lig een beetje ogen open te kijken op zijn kop. Wij gaan slapen. Ik ga heel veel mijn boek lezen, maar we gaan nu wel slapen eigenlijk. Dus ik ga slapen. Jij gaat slapen. Jan. Wel trusten, bedankt voor het kijken. Laat ik zie jullie morgen. Ik heb geen idee. Zal ik eens kijken? Tijd. Poepje, poepje, kom, poep, poep, hou op, staan! Waarom zit ze? Ze zit me ook gewoon te schoppen onder bed. Ja, dat gaat gewoon vanzelf. Ja, meer als een soort trampoline gebruik ze me, alsof ze me af kan zetten. Het is 12 uur, dus welterusten. Zo Pinterest pretty. Lekker, kijk even. Oh, zie je het pas? Hij heeft ook echt diamantjes gebruikt. Oh, zo cute. Yes.